également à la signature pour le coureur de la formation Acqua e Sapone, Alessandro Donati. À la deuxième place, il y a deux ans, Giovanni Visconti. Je vous demande de l'applaudir avec évidemment le maillot de leader, le maillot blanc de l'UCI Europe Tour. Le voilà avec son maillot blanc. Il en est le leader actuel pour Giovanni Visconti. Voilà, tandis que nous allons accueillir. Et là, je vous en ai déjà touché un petit mot tout à l'heure. Ah, c'est aussi un qui connaît très très bien le final. Il a eu quelques petits soucis cette saison. Il revient en forme, mesdames, messieurs. Et croyez-moi, connaissant Kevin Ista, il pourrait nous faire un petit truc tout à l'heure. Voilà, le coureur de la formation Cofidis pour Kevin Ista. Voilà, et puis celui qui vient de remporter, je pense qu'il devrait porter le dos. Voilà, il a été honnête, il a dit à son coach, à Carlo Baumann, je ne suis pas en forme, je ne veux pas aller au championnat du monde, je laisse ma place. Et voilà, il est avec nous aujourd'hui sur les routes du Grand Prix de Wallonie, le coureur de la formation Quick-Step, double champion Belgique sur route et du contre-la-montre. C'était à Bellaneuve, dans des conditions climatiques vraiment très difficiles. Champion de Belgique à Louvain, double champion Belgique pour Stijn De Volder, le coureur de la formation Quick-Step. Il nous manque encore combien de coureurs à peu près, Mich? Voilà, nous allons connaître d'ici peu le nombre exact de partants d'un Grand Prix de Wallonie de qualité, mesdames, messieurs, le champion du Turquie. Le champion. Alors, il nous manque trois coureurs à la signature, logiquement. Donc, voilà, nous devrions avoir... Ah oui, Lorenz De Vries, notre champion de Belgique Espoir, au sein de la formation équipe belge Espoir, Lorenz De Vries. Lucas Paolini maintenant ici, ancien sur route de la semaine de Lombardie. Il porte le sac 59. Ah, voilà. Il nous manque encore un Belge. Voilà Julien Vermotte qui va venir nous rejoindre. Voilà Julien. Il n'y a pas de problème, c'est tout juste, hein, Julien, c'est vraiment tout juste, voilà, il n'y a pas de problème. Il fait partie de la sélection belge pour les championnats du monde Espoir à Melbourne, c'est une dernière occasion pour lui. De ploegleider van Quickstep thuis is, want die woont daar. In totaal dus 20 ploegen, waarvan 5 Pro-Tour ploegen, heel wat mooie namen. Ja, figuur van Oezbekistan, lang zien. De volgende. Hij kan op zichzelf helemaal. Is dat Mollema hier? Toch geen zin om te stoppen. Ja, dit is niet zo lang, hè? Ja, dat is niet goed, hè? Samen aan de start gekomen, daarover straks meer. En toen waren ze weg voor 202,5 kilometer. Zo lang duurt de grote prijs van Wallonië. Thank you.
52. Deze vier mannen, ik zei het al, vooraan Gregory Abo van Fernandas Willems, dat is de oudste van het gezelschap met zijn 28 jaar. Bauke Mollema is de jongste, 23, talentvolle Nederlander. Dan in zijn wiel Jean-Marc Marino, een iets wat onbekendere Fransman van de Source Soyasun ploeg, de ploeg van Stefan Hulot. Marino is er 27 en dan de laatste man die u nog te goed heeft is Reinier Hugo Honig. Ook hij is er 27. 8 hellingen zijn ik dus in totaal met nog een heel aantal hellingen in het slot van deze klassieker. En dus gaan we meteen eens dat parcours... Afhankelijk van de omstandigheden, de zwaarte van de koers, ofwel een man of 50, 55 of misschien als het echt zwaar geweest is, 30 of 35. Ja. Weer vooraan bij de mannen van Soor, die naar volgend jaar toe ook een stapje hoger op zouden willen zetten. Vooral dan Stefan Hulot, de manager van die ploeg, heeft toch wel wat ambities met die Soor Soyasun ploeg. Dit jaar alle 30 zegens behaald, vooral in Frankrijk, maar je moet ze nog altijd winnen. Ja, maar er zitten toch een paar mooie zegens bij dat die mannen hebben behaald. Een paar etappenwedstrijden op hun naam geschreven ook. De grote slok op is daar uiteraard Jimmy Casper. Net zo. Zes er al. Die zal wel met een fiets kunnen rijden. Zeker weten. En Stefan Hulot heeft echt wel plannen om die satellietploeg verder te blijven uitbouwen. Daar nuttige elementen uit te halen. En dan stilaan, maar zeker een beetje opklimmen op de ladder van de hiërarchie in Frankrijk. Nu Cofidis pro-continentaal geworden is, staan ze ongeveer op hetzelfde niveau als Cofidis. Maar er zijn natuurlijk nog altijd AG de Zer, Française des Jeux. Dat zijn de gevestigde waarden natuurlijk. En het is nooit makkelijk om tegen gevestigde waarden op te boksen. Nee, maar ja, goed, een koers is er zoiets van... Ja, als je het geld hebt, dan sta je er onmiddellijk naar. In die ploeg. Ja. Ook Jeremy Gaillan won al een heel aantal ritten en wedstrijden dit jaar.
We zagen ook Mangel een etappe winnen in de Ronde van Wallonië, net voor onze neus. Naar volgend jaar toe hebben ze Arnaud Coyot vastgelegd. Die komt over van de Caisse d'Epargne. En dan putten ze naar goede gewoonte ook stevast uit hun satellietploeg. Dat is een soort van ja, soja-sun voor belofte, zeg maar. Ze hebben daar Paul Pou, een Fransman. Ook Christophe Laborie zal volgend jaar voor Soor rijden. En sinds een aantal dagen hebben ze ook Jean-Loup Payani vastgelegd. Die reed vorig jaar nog top 10 in de Ronde van Vlaanderen bij ons. Andere grote ploegen die zeker ook een budget van die orde zullen hebben. En Katusha gaat. We zijn eraan begonnen. De Citadel van Namen is vrij makkelijk en lichtlopend in het begin, dit gedeelte. Het is af en toe wat bokkeren, want er zit hier en daar een slecht stuk in de kassei. Dan gaan we aan de bochtjes beginnen. Een paar haarspelden. Er wordt nu stevig doorgetrokken. Mannen die nu nog in 50ste positie zitten, dat wordt bijzonder moeilijk, denk ik, om nog op te schuiven. Zelfs in de 35ste positie. Het zijn vooral de mannen van Vacansoleil die nu het tempo zo hoog willen houden voor Rico. Voor Rico en voor Leukemans. Ik denk dat dat de twee mannen zijn die ze toch wel willen uitspelen binnen die ploeg. En ze zitten daar nog met een man of vijf, Visconti. Die heeft ondertussen al het wiel gekozen van een van de mannen. Kopmannen bij Vacansoleil. Hier zitten we dus in de bochten. Het is daar altijd zo hard remmen dat er geen snelheid meer in zit. En dat zorgt er ook een beetje voor natuurlijk dat het extra lastig wordt. Want je moet weer vol optrekken. Je kan niet genieten van de snelheid die je ontwikkeld hebt. Daarom het belang van in die top 10 te zitten. Waardoor je die kloof niet meer moet gaan dichten. Want in positie 20 is er al iemand die een metertje moet laten. En in positie 25 iemand die al twee meters moet laten. Dan moet je altijd maar gaan dichtrijden. Marcato offert zich op. Hij heeft natuurlijk al in de ontsnapping gezeten. Achter hem Boom, dan komt Paulini, dan Lagoutin en dan Rico en Leukemans. We zien daarna nog een man van Rabobank. Ik zou durven zeggen dat dat wel eens Paul Martens zou kunnen zijn. Inderdaad. En de rest volgt nog wat verder op. We zien iemand dan Topsport Vlaanderen opschuiven. Dit is een heerlijk beeld. Hier ziet u goed welke hoogte ze moeten overwinnen, want straks passeren ze vlak voorbij die camera. Onder de brug draaien. Hier zei je, dit was vroeger het geëikte punt om aan te vallen, want toen kwamen ze echt boven op het aan plein. Wanneer het boven was. Ja, op het plein kwamen ze aan. Je zag ook de indicatie 1,9 kilometer aan de voet van de Citadel. Maar in feite is het 3 kilometer, dus het maakt als ze op het plein komen dat het nog bijna een kilometer is. Die mannen van Vacansoleil proberen nu alles en iedereen te versmachten. De wind speelt hier nog een grote rol. Maar speelt hij toch nog wel een klein beetje rol, omdat je toch wel wat draait en keert hier rond. Plus dat je op die slechte kasseitjes zit, die het tempo eruit haalt. Als je dan nog wat de wind tegen hebt, wat hier het geval is op dit moment, dan maakt het nog echt dan moeilijk. Ik meen ook Sepp van Marken erkend te hebben voor Topsport Vlaanderen. En Boom offert zich volledig op, denk ik, voor Paul Martens. Evans is er nog bij. Hier zagen we Roelands. Hier krijgen we dan een breukje. Deze mannen, ik denk dat we mogen zeggen dat dit over en out is voor de overwinning. Bij die mannen is het eigenlijk al over. Van Marken is opgeschoven. Anders Boom hier nog een aan de boom schudt. Ja, we moeten wel zeggen dat in de grote prijs Chef Scheres Paul Martens zich volledig heeft opgeofferd voor Boom. Een wederdienst lijkt me niet meer dan normaal. Ze draaien er rollen om, dat is mooi. Lagoutin kan die nog overnemen. Leukemans die zou wel willen en Leukemans die gaat aan met Rico. Leukemans die is in zo'n goede vorm. Die neemt Paul Martens mee. Van Marken die moet alle zeilen bijzetten. Evans ook neemt van ons aan. Leukemans, dat wordt een... Rico, Evans, Visconti,
Dekker probeert zich terug aan het wiel van Cadel Evans, de wereldkampioen, te knokken. Het zou natuurlijk fantastische publiciteit zijn. Ja, moet rekenen. Dit is wereldtop, hoor, die nu op dit moment rondrijdt. Ja, voor de grote prijs van Wallonië mocht de wereldkampioen hier winnen. Maar met Rico afrekenen, ja, dat wordt niet makkelijk. En Leukemans die heeft toch zich redelijk scherp geuit ten opzichte van Rico. Maar doet hier toch een fantastische job voor de Italiaan. Maar zo hoort het ook te zijn natuurlijk. Hè. Maar er moet wel heel veel vertrouwen zijn in de Italiaan op dit moment. En het wordt met deze vijf, Hans. Het wordt met deze vijf. Ik zie er niemand meer nog naartoe rijden. Nu nog 500 meter. Hier komen ze in het zicht van de vaste camera's met Bjorn Leukemans. De man uit Bevel. Er is iets gebroken met Nick Nijus. Sinds het BK heeft hij gezegd, bij Lotto moeten ze een keer grote kuis houden. Dat viel ook te noteren. En voor het overige is hij vooral bezig met na wedstrijden nog een kilometer of 50 bij te trainen om zo klaar te zijn voor het WK. Martens, neem het van ons aan, die heeft een scherp eindschot in de benen. Martens die gaat nu op en over Rico. Van Marke die is eraan voor de moeite. Het wordt een hemelse spurt met de drie grote mannen. Martens van ver op kop. Evans kan hier nog overgaan. Denk aan de Waalse pijl. Evans die kan winnen. Evans die kan winnen. Rico die moet binnenkant bocht. Het is nog 75 meter. Hier komt Martens eruit. Evans die heeft zich miskeken. Evans of Rico. Martens. Rico. Martens. Het is Martens. Op het identiek hetzelfde moment waar ook Nuis ging, moest je gaan 250 meter. Dan heb je nog die bocht op 70, 80 meter van de finish. Je zag ook al Evans komen in de binnenkant van die bocht. Maar oké, Martens schiet gewoon de deur dicht op een professionele manier. En dan is het al zo moeilijk om nog die fietslengte goed te maken van die man voor je. En het is opnieuw nog maar eens bewezen dat punt 250 meter hier in die koers is superbelangrijk. Paul Martens wint de 50ste grote prijs van Wallonië en opnieuw een buitenlander op de erelijst. Dat was een tijdje geleden. Stefano Guarzelli weliswaar in 2008 als Italiaan. Hij weet het toch wel 100% zeker, hoor. Ja, maar wij dachten toch op het beeld dat we konden zien en ook voor onze neus. Maar voor een renner is het toch wel... Ja, zij weten natuurlijk het best. We zien daar in de achtergrond Van Dijk trouwens nog.